Henrike Goorhuis vindt het wel een beetje spannend. Binnenkort verschijnt het boek Het Lastpak. Het eerste nieuwe avontuur van Olivier B. Bommel en Tom Poes sinds 1986. 4 jaar voor haar geboorte. De 26-jarige Veldhovense tekende in totaal 60 plaatjes bij het verhaal van tekstschrijver Henk Hardeman. Het is overigens niet voor het eerst dat haar werk verschijnt. Ze was amper 17 toen ze voor Disney een reeks series over onder meer Donald Duck en Mickey Mouse tekende. Ook ontwierp de Veldhovense voor de bordjes in Gaia Zoo, een avontuurlijke dierentuin in Kerkrade. Goorhuis heeft ondertussen ook haar eerste baan te pakken. Ze tekent part-time in Amsterdam de strip Woezel en Pip. En dat smaakt naar meer. Het Lastpak verschijnt op donderdag 3 november bij uitgeverij De Bezige Bij. Tekst Henk Hardeman, tekeningen Henrike Goorhuis uit Veldhoven. Stripliefhebbers, onthoud die naam.